Zo, ik ben gemake-upt en aangekleed. Dus ik dacht, ik ga jullie even de outfit of the day laten zien. Dit is mijn Heattech legging van Uniqlo die ik laatst had gekocht. Ik heb een oversized shirt van Harley Davidson onder. En ik dacht, in plaats van gewoon een vest, heb ik gekozen voor mijn spijkerjasje van Wrangler. Ik dacht, dat is van een keertje wat anders. En daaronder doe ik gewoon nog even een paar boots. Op de achtergrond hoor je volgens mij de waterkoker. Ik zal even ergens anders heen lopen. Want ik ga even een nieuw kopje thee zetten. Ik heb wat croissantjes in de oven staan. En ik ga lekker heel even een afleveringje Netflix kijken. En hierna ga ik gewoon lekker de deur uit om ergens anders te gaan werken. Want ik heb zin om even een keer buiten de deur te werken. En dan kan ik soms net iets sneller gewoon dingen afkrijgen. Dan als ik in mijn eentje thuis zit. Want ik ben nu nog alleen. Tara die komt volgens mij ergens vanmiddag aan weer in Nederland. Landen met het vliegtuig uit Aruba. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze het heeft gehad. Ik weet in ieder geval, ik heb al een beetje contact gehad, dat ze het echt geweldig heeft gehad. Hele leuke mensen heeft ontmoet. En dat ze echt gewoon heel veel vitamine D, zon heeft opgenomen. Dus dat is echt super fijn. Dus je zal haar ook weer later gaan zien in deze weekvlog. Maar voor nu is ze dus nog volgens mij ergens in de lucht op dit moment. Ik wilde net mijn thee inschenken. En ik zie echt een super mooie regenboog. Kijk dan. Hij is echt zo duidelijk te zien. Oh, kijk. It's a double rainbow. Als je heel goed kijkt, zie je hem daar nog een keer. En dan die vogeltjes. Maar goed, terug naar de thee. Ik heb hem trouwens. Ik had eigenlijk al net een thee gemaakt, maar die heb ik gewoon deels koud laten worden. Dus ik doe er gewoon nog eventjes wat heet water bij. Ik doe dat echt altijd, mijn thee koud laten worden. Het is weer even later. En terwijl ik hier aan het werk was, hoorde ik in één keer de wasmachine beginnen. Wat heel raar is, want ik had hem echt pas ingesteld. Ja, te beginnen om 6 uur 's avonds of zo. Dus ik denk dat ik toch iets heb fout gedaan met het instellen van de wasmachine. Want hij is dus nu al bezig. En hij moet nog 1,5 uur. Dus ik ga niet meer naar buiten om in een koffietentje te gaan werken. Want dan ja, zit ik daar en dan is mijn was klaar. En dan gaat het lopen muren in die wasmachine. Dat is geen succes. En toen herinner ik mij ook nog dat ik dacht een intro van de woensdagvideo online moet zetten. Dat is de video die jullie al gezien hebben. Dus, en dat is heel belangrijk om vandaag te doen. Want morgen ga ik samen met Serena en mijn moeder en ook Tara denk ik de deur uit. Dus dan kan ik ook niet filmen. Dus dat ga ik nu maar doen. Ik wil even kijken of ik de kerstboom op de achtergrond kan krijgen. Dus ik moet eventjes wat proberen, passen en meten met statief. Kijken of het allemaal gaat lukken. En het zonnetje schijnt ondertussen ook echt flink. Ik heb gewoon het zonnescherm naar beneden moeten doen. De rolgordijnen. Kijk, alles zit gewoon helemaal dicht. En de zon shines echt. Shining. Heel goed in mijn gezicht. Dus daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. Zo. Nu gooi ik alles weer open. Ik ga nu gewoon eventjes in en outro bewerken en in de video zetten. Ja, ik heb verder niet heel veel meer te updaten denk ik. Dus vooral heel eventjes een werkdagje. Omdat ik dus morgen de deur uit ga. Dus dat wordt wel iets leuker vlog. Moment, denk ik. Goedemorgen iedereen. Het is weer de volgende dag. Ik zit op dit moment met Serena, mijn moeder Tara en ook kleine Marshall in de auto. En we zijn onderweg naar Almere. Serena moet naar de TK Maxx namelijk. Dus ik dacht, free ride naar TK Maxx. Daar heb ik ook al heel veel zin in. Dus ja, we zijn met een hele volle auto. Serena zit hier achter het stuur. Mam zit daar. Hallo. Hier heb je Tara, all brown and tanned. Ja. En Marcy is lekker eventjes aan het drinken. We zijn aangekomen in Almere en lopen nu naar TK Maxx toe. Ik ben nog nooit geweest in Almere.
bij deze. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat ik wat leuke dingetjes ook ga vinden. Want ik ga gewoon lekker zelf shoppen. Hopelijk iets van kerstcadeautjes. Want ik moet er echt even aan gaan beginnen. Want het is echt al bijna kerst gewoon. We zijn het compleet langs gelopen. Maar hier is het. Dus als je al een beetje een idee hebt, denk erover na. Misschien wil je iets voor je vriend, van je moeder. Zo, we hebben net even schinnen geholpen met een samenwerking die zij heeft met TK Maxx. En nu is het tijd om zelf rond te gaan kijken. Ze hebben echt zo ontzettend veel leuke dingen. En ik had net even gevraagd van, hallo, wanneer komt er eentje in Utrecht? En toen zeiden ze dat er gewoon eentje volgend jaar komt. Ze wisten niet of het begin volgend jaar is of eind volgend jaar. Maar bij deze, de scoop, volgend jaar komt er ook een TK Maxx in Utrecht. En ik ben echt extreem blij daarmee. Ik zie zoveel leuke dingen gewoon. Ik zie hier bijvoorbeeld ook in één keer, nou, het is eigenlijk een soort, ja, een borsteltje. Maar in de vorm van een schelpje. En dan echt met van die holographic kleurtjes. Ja, er worden hier allemaal kerstcadeautjes geshopt. Mama heeft zelf al een badjas gevonden. Waarvan ze zegt, deze mag jij mij geven voor de kerst. Dus die hangt al boven de kinderwagen. Mooi. Ja. Kijk eens, wie is dat? Blijf je nu kijken? Ja. Ik zie ook echt geweldige jassen. Heerlijk zacht. Fluffy. Deze is ook leuk. Kijk dan. Echt zo ontzettend veel. Oeh. Zoveel leuks. Ik heb nu net deze trui gevonden. Het is wel een beetje Halloween misschien. Maar ik dacht, het is wel heel erg leuk met blauw en met zwart. Nou, we zijn nu even in de paskamers en ik ben deze trui aan het passen. Hij zit al heel erg lekker en warm en zacht. Maar ik weet niet helemaal zeker of het echt mij is. Maar ik ga hem zo even aan Tara laten zien. Die zit hiernaast. Tara is ook een lekker opvallende trui aan het passen. Moet je kijken. De colors. Echt wel heel leuk. Lekker vrolijk. Ik denk dat ik deze wel heel cool vind. Ik heb nu de rok aan, maar deze vind ik nou niet echt heel goed bij mij passen. Ik dacht, ik doe er even de doks eronder, maar deze is het net niet voor mij. Maar ik denk dat hij op een ander wel heel leuk kan staan. Zo, we staan weer bij de auto en de hele kofferbak zit vol. Ik heb veel te veel afgerekend. Kijk, dit is niet allemaal van mij, maar natuurlijk wel van ons allemaal. Moet je kijken. Nou, de kinderwagen die kan er volgens mij straks niet eens meer bij. Nee. Maar goed. En wat ik altijd zeg, shoppen maakt hongerig. Dus we zijn even bij een heel leuk tentje gaan zitten. Het heet 036. En het ziet er heel leuk en open uit. En we hebben een hele soort van grote plek hier waar we de kinderwagen kwijt kunnen en gewoon gezellig kunnen zitten. Ik heb zin om eventjes lekker te lunchen. Ik heb een vega burger genomen, want daar had ik wel heel veel zin in om dat een keer te proberen. Het wordt mijn allereerste keer, dus ik ben benieuwd. Vind je leuk, hè? Goed gekeurd? Nou, hij is nog even aan het over nadenken. Nou, ons eten is er. Het ziet er heel goed uit. Vooral de frietjes ook natuurlijk. Mijn moeder heeft kleine broodjes besteld. Pannenkoekjes met eend volgens mij. Tara een visburger. Goedemorgen iedereen. Het is iets over 9 en ik ben al eventjes wakker. Ik heb ook hier iets geweldigs op mijn hoofd zitten. Ik denk dat ik vandaag wel de deur uit ga, want we mogen onze nieuwe bril ophalen vandaag ook. Dus dan moet ik toch wel in de stad zijn. Dus ik denk dat ik gewoon bij een lekker koffietentje ga zitten. Kerstboom, kijk zo gezellig. Ik vind alleen dat het hieronder wel aardig leeg is. Ik heb al hints aan mijn vriend gegeven dat ik ook die kerstsokken heb opgehangen. Dat daar op zich ook wel gewoon cadeautjes in mogen worden gelegd. Hi allemaal, ik zou willen zeggen dat het heel erg vroeg op de ochtend is. Maar dat valt best wel mee. Ik heb echt best wel een jetlag van de reis naar Aruba. Ik ben eigenlijk echt super gaar en 's avonds kan ik niet slapen. Maar hier sta ik dan toch. Ik ben aangekleed, opgemaakt. Klaar voor de dag. Klaar om deze boom hier achter me eindelijk eventjes lekker te versieren. Ik had hem namelijk voor het vertrek alvast neergezet met het idee van dan ga ik hem meteen versieren. Nou, we zijn nu 2 dagen later en hij staat er nog steeds een beetje zielig bij. Dus ja, wat ik nu ga doen is in ieder geval de dag beginnen met het omtoveren van mijn huis. Tot in ieder geval iets meer een kersthuisje. Dus ik wil dit hoekje ook een beetje gaan versieren. Dus let's go! We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling.
Deze kerststok had ik vorig jaar gekregen voor sale. Sale is er helaas niet bij deze kerst. Maar ik ga hem wel hierin ophangen. Zodat hij er toch nog een beetje bij is. Dus nu ben ik wel ongeveer klaar. Ik heb een kerstbal laten vallen. Dus dat is al de eerste kapotte bal. Voor de rest moet ik nu een klein beetje puin ruimen. En eigenlijk nog wel wat puntjes op de i zetten later. Maar dat doe ik later. Voor nu ben ik heel erg blij dat de boom versierd is en staat. En ja, dan kan ik op deze manier eindelijk wat meer kerstsfeer in mijn woning voelen. Dus nu ga ik mijn tas inpakken en ga ik me klaarmaken om te meeten met Larissa. Zo, en we zijn weer samen. We hebben net onze bril opgehaald. We hebben allebei dezelfde. Ik weet niet of je dat had verteld. Nee. Maar ik ben er echt super blij mee. Dus dan kan ik nu wat vaker mijn lenzen uitdoen. En dan mijn ogen wat meer rust geven met een bril in de avond. Maar misschien ook hier hangen trouwens. Oh. Laten we hem straks ook even. We gaan hem straks eventjes opdoen. En dan kunnen we hem beter aan jullie laten zien. Want nou, ik vind hem wel heel erg cool. Hij is wel heel erg hipster. Een beetje jaren 80 vibes. Mm-hmm. En we staan op dit moment in de, wat is het? Zadelstraat is het, hè? Ja. Dus hier is de Dom achter ons. En we gaan heel eventjes achter de laptop zitten met een koffietje erbij. Want daar hebben we heel veel zin in. En het is ook best zo koud. Dus we gaan hier zitten bij de 30 milliliter. Zo, we hebben havermelk en cappuccino's. En dit is Larissa's bril. Laat me even weten wat jullie ervan vinden. Het is wel denk ik wat anders. Ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem zelf ook. Ik heb alleen een andere kleur. Ik zal hem heel dichterbij pakken. En dat is de zilveren. Want die vond ik net iets beter passen bij mijn gezicht. En wat ik ook heb, en ik weet niet of je het kan zien. Dus je ziet hier een beetje een blauwe glans. En dat is een blauw filter. Dus als ik hem 's avonds gebruik met mijn telefoon of televisie, alles. Dan kan ik beter slapen, zeg maar. Net als dat je een filter hebt op je telefoon. Dus. Zo, ik sta op dit moment bij Larissa in de keuken, want ik ben rendang aan het maken samen met Larissa's vriend Ray. Die staat hier achter, hij is op dit moment lekker bezig. En we maken ieder een portie, hij maakt voor zijn werk, ik maak het voor mijn vriendinnen die komend weekend komen eten. En ik wilde eigenlijk ook al heel lang het recept goed leren en degene die Ray maakt vind ik altijd heel erg lekker. Dus ik vind het heel erg leuk dat we dit nu samen doen. En we zijn ondertussen ook gewoon een biertje aan het drinken. Larissa zit in de woonkamer pizza te eten. En daar gaan we straks ook bij aansluiten, want we zijn bijna klaar. Dus hier staat het al op het vuur te sudderen. En dit moet dan inkoken en dan op een gegeven moment is het klaar. En het is natuurlijk wel een klein beetje een geheim recept, want hij is gewoon heel erg goed. Ja, ik heb er heel erg veel zin in, nu al. Het is in ieder geval alweer wat later sinds de laatste keer dat jullie mij aan het schoonmaken zagen. En de reden dat ik aan het schoonmaken ben is omdat ik vanavond weer een hele gezellige gast krijg. En ik kijk er eigenlijk al de hele week naar uit. Denk nu eventjes na, wie zou het kunnen zijn? Dan geef ik even een paar seconden tijd om dat eventjes te bedenken. En kijken of je dan gelijk hebt. Dus, het is Rama! Ja, Rama komt weer 2 nachtjes bij mij logeren omdat mijn ouders even naar Duitsland gaan. Mijn tante woont daar. Dus hij komt weer heel even kort logeren bij mij. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het altijd gewoon heel erg gezellig. En het is best wel een goede timing, want vanavond is mijn vriend met een kerstdiner. Dus dat betekent dat ik gelijk ook niet vanavond alleen ben. En ik ga deze keer trouwens ook de kattenbak op een andere plek neerzetten. Want de vorige keren had ik de kattenbak hier staan. En dat is op zich prima. Maar meneer gaat elke ochtend rond een uur of 4 uur 's ochtends. Niet 7, niet 9. 4 uur 's ochtends gaat hij super hard in zijn bak lopen. Grabbelen en weet ik veel wat hij allemaal aan het doen is. En aangezien dat het echt vlakbij mijn slaapkamer is, werkt hij serieus elke nacht van wakker. Dus ik heb gewoon besloten om deze keer ergens anders neer te zetten. Ik denk hier een beetje hier ergens in de buurt. Dus ik moet eigenlijk nog wel even al die spullen die hier staan opruimen. Ja, kijk eens. Daar is die dan eindelijk. Hallo lieve Rami. We hebben niet zo goed licht, hè, op deze manier. Maar ze hebben ook nog wat pakketjes meegenomen. Dus die liggen hier zo omheen. Dus ga ik nu eventjes uitpakken om te kijken wat erin zit. Waar ga je nou heen? Goed zo. Zie je, je kent deze bank wel. Is het even knuffeltijd?
Is dit de knuffeltijd? Ik heb hier een pakketje gekregen van Vita Coco. En ik ken dat als kokosdrankje. Vind ik echt super lekker. Maar nu zijn ze ook met wat anders uitgekomen. En dat is coconut oil. En ik heb hier wat receptjes erbij gekregen. Wat je dus met kokosolie kan doen. En het product zelf ziet er zo uit. Een heel schattig klein potje. En hier zit 100% organic bio kokosolie in. Heel, heel erg lekker. Ik vind het wel heel erg leuk dat ze dus gewoon naast hun kokoswater eigenlijk zijn verder gaan kijken. En dus nu een nieuw product hebben uitgebracht. Verder hebben we ook post gekregen van Universal. En ik krijg heel vaak filmuitnodigingen voor. Dus van die premières van nieuwe films die in de bioscoop gaan. En nu hebben ze een boekje gestuurd. En hierin staan alle films die uit gaan komen. Volgens mij mag ik dit gewoon delen. Want ik zie niet dat het niet mag. Het is van alles en nog wat. Instant Family. Ik weet niet wat dat is. Maar het lijkt me wel heel erg leuk. Escape Room ziet er ook uit als iets heel erg spannends. Frontrunner. What Men Want. Nou, volgens mij komen er echt zat boeiende en leuke films weer uit in de bioscoop. Ik ga niet zo heel erg vaak naar de bioscoop. Maar als ik ga, dan is het ook echt gewoon een soort van luxe en een leuk uitje. Dan ga ik ook helemaal los met natuurlijk veel te veel popcorn nemen. En drankjes, frisdrank, al dat soort dingen. Als ik nu aan denk, heb ik echt weer zin om naar de bioscoop te gaan. Want volgens mij draaien er nu ook heel veel leuke films. Weet je, rondom deze feestdagentijd zijn er altijd heel veel leuke dingen. En ik heb laatst trouwens Fantastic Beasts gekeken. En dan deel 1, omdat deel 2 dus nu in de bioscoop zit. Dus eigenlijk moet ik die nog even snel gaan kijken voordat hij weer uit de bioscoop is. Maar ik ga dit boekje even helemaal goed doorlezen. Want zo te zien komt er echt heel veel leuks aan de komende tijd. Inmiddels is Ramen verplaatst naar dat plekje. Dat kan zijn of omdat hij deze deken heel erg lekker vindt en lekker warm net bij de verwarming zit. Of ik praat weer iets te hard en dat vindt hij dan vervelend. Hij moet altijd heel eventjes wennen aan mijn stem namelijk. Laat het gewoon maar even ophouden dat hij gewoon dat plekje daar heel erg lekker vindt en mij niet vervelend. Zo, het is vandaag zaterdag en vanavond geef ik een etentje voor mijn vrienden. Ik ga Indonesisch koken en ik doe het voorgerecht, hoofdgerecht. Vriendinnetje van mij doet het nagerecht. Ander vriendinnetje doet de kaasplank en weer een ander vriendinnetje neemt de wijn mee. Dus het wordt sowieso heel erg gezellig. Ik ben net heel eventjes de stad ingedoken. Het is echt super koud buiten trouwens, niet normaal. Omdat ik nog wat laatste dingetjes wilde halen voor de tafel. Zoals je ziet hierachter heb ik de tafel gedekt. Ik zal eventjes laten zien wat ik heb gehaald en hoe ik van plan ben om het een beetje te decoreren. Nou, omdat mijn achtergrond een beetje betonachtig is en dan met die plant dacht ik van, ik wil een beetje een rustieke tafel. Dus ik heb dit stoffen kleed heb ik bij de IKEA gehaald. Ja, gewoon stof die ik los heb gekocht. Dus niet een kant-en-klaar tafelkleed. En dit is dus linnen. Dan heb ik deze groene onderzetters, die heb ik van Serena geleend. En dan heb ik hier wat dingetjes die ik net heb gekocht. Dit zijn linnen servetten. Ik heb ze in zwart genomen. Voor als ze vies worden, dan kan ik ze nog een keertje opnieuw gebruiken. Die heb ik bij de Sostrene Grenne gehaald. En die waren 1,97 per stuk. Dan heb ik hier nog hout met sterretjes eraan gehaald. En ik heb hier ook deze super schattige kleine katoenplantjes gehaald. En dan wil ik het bestek zeg maar hier erin vastbinden. Dus dat vond ik wel heel erg schattig staan. En dan heb ik voor op tafel hier nog deze kaarsen in deze houder die ik ooit heb gediy'd. Die staat op ons YouTube kanaal. Die is echt heel oud die video. En hier wil ik dan nog wat fairy lights in doen. Met waarschijnlijk deze kerstboom erin. Ook deze is van Sostrene Grenne trouwens. En dan heb ik ook nog deze mooie takjes gehaald. Bij een bloemenzaak hier in de buurt. Ik zal het resultaat hierna laten zien. Ik heb geen idee hoe je dit eigenlijk doet. Oké, het decoreren van de tafel gaat nog niet helemaal soepel. De kleuren zijn mooi. Maar ik zou niet weten hoe je dit nou een beetje elegant neerlegt. Verder trouwens ook nog wat kerstcadeautjes geshopt. Want ik vind het toch wel heel erg leuk om dat bij de winkels te doen. Maar ik heb niet alles kunnen vinden wat ik wilde. En het was ook echt zo ontzettend koud. En het is zaterdag, dus dan is het heel erg druk. Dus ik dacht, ik kom wel weer een andere keer terug. Maar ik heb in ieder geval wel echt
bijna alles. Dus dat is wel heel erg goed voorbereid dit jaar. Zo, de tafeldecoratie is af. Ik ben er best wel trots op, al zeg ik het zelf. Tenminste, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om de fairy lights tussen de blaadjes door te laten komen. En dus ook in die stolp. Dus hier zit al het kerstboompje in. En deze heeft ook glitters. Dat zie je een klein beetje. En dezelfde stof een beetje als de tafellaken. En dan hier de rest. Dus het is heel erg stoer, maar ook wel heel erg mooi en kerstig. En ja, dit is wel een beetje de look waar ik voor wilde gaan. Nou, ik denk dat iedereen over ongeveer een uurtje, half uurtje komt. Dus ik ga nog heel eventjes snel een quiz afmaken op mijn laptop. Ik heb namelijk als verrassing een vriendenquiz gemaakt. Om te testen hoe goed we op elkaar letten en naar elkaar luisteren. Dus dat was eigenlijk het idee van een vriendje van mij. Die heeft het laatst ook met een Sinterklaasviering met ons gedaan. En dat vond ik echt super leuk. Dus ik heb geprobeerd een quiz in elkaar te zetten. In die quiz doe ik dan vragen over elkaar. Maar ik deel ook foto's en haal ik dingen weg of mensen weg. En dan is de vraag wie stond er ook op deze foto of wat heb ik hier in mijn hand. Lelijk. Is je aan het opnemen? Ja. Oh, wat vreselijk. 15. Dat je dit kan. Zie je? Moet ik, hier moet ik inkijken. Helemaal goed. Ik kijk de hele tijd naar mezelf. Hey! Hallo! Nou, drie van mijn vriendinnetjes zijn gearriveerd. We wachten nog op eentje. Dit is Cynthia. Oh. Thanks daar. Celeste zit hier achter en hier zit Fatima. Soepel. En ik moet de adventskalenders nog openen. Dus ik krijg hulp van Celeste en Vaat. De Celeste mag de L'Occitane kalender openen. Wat zit hierin? Dit zal ik even niet. Oeh. Oh, dan ga ik ook zo vloggersachtig doen. Oh ja. Lipbalm. En in deze? Kijk, waar zit die? Oh ja, hier. Weet je waar ik echt van hou? Trouwens, taart. Nou, oeh. Ik ben net dat, hoe heet het ook alweer? ASMR. Taart, deze eet ik al. Ja, die mag je opeten. Dat geluidje als dat ding open gaat, ik hou ervan. Ja, hou je sowieso van ASMR? Oh, ja. Echt? Ja, echt? Maar ook van fluisterende echt. Mensen? Nee, alleen van het smakken van mensen. Of mensen verpakkingen, ja, ja. Oh, weet je wat en Larissa had hem laatst ook, toen keek ik die van haar. Ja. En toen maakte dat ding open en het was zo'n hard geluid, dat ik echt... Ik heb een kleine verrassing voor jullie. Zijn jullie klaar? Oh my god, hoe goed kennen we elkaar. Oh gosh, yay! Oké, cool. Jullie gaan een quiz mee maken, jongens. Oh, ik ga helemaal stuk. Goedemorgen. Het etentje was gisteren heel erg geslaagd. Ik word nu net wakker en het is nog steeds wit buiten. Het heeft namelijk gisteravond gesneeuwd. Oh my god, het heeft gewoon gesneeuwd. Alles ligt onder de sneeuw. Super leuk. Was ook wel een soort van extra verrassing. Dat past altijd wel bij een kerstetentje. En ik moet zeggen dat ik het helemaal niet zag aankomen. Dus ik vind het wel heel erg leuk om te zien. Plus, ik hoef de deur niet uit. Dus dat is ook altijd heel erg prettig. Voor de rest ga ik deze video editen. Naar Larissa toe sturen, zodat ze hem ASAP online kan zetten. En dan kunnen jullie hem dezelfde dag nog kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze video te zien. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Als je nog geen abonnee bent, zie ik je heel graag terug in de volgende video. Doei!